Zeeland heeft relatief veel binnenvaartschippers. Maar er moet wel iets gebeuren om dat zo te houden. Dan moet je wel zorgen dat het binnenvaart dat het een mooi vak blijft. Waar je geld mee kan verdienen, waar het leuk werk is. En verder in deze uitzending. Ongewenste bezoekers bij Ovet. En hoe zenuwachtig is Sykes? Goedenavond. Er moet snel iets gebeuren om de binnenvaart aantrekkelijker te maken. Er liggen al langer plannen om bijvoorbeeld meer ligplaatsen aan te leggen. Sterker nog, er is een heel actieplan van de provincie. Maar de sector vindt het te lang duren. Het is tijd om spijkers met koppen te slaan. Bij de havens van Vlissingen en Terneuzen wordt meestal gedacht aan grote zeeschepen. Maar alle goederen moeten natuurlijk verder het land in worden vervoerd. En daar zijn veel binnenvaartschepen voor nodig. We hebben ruim 180 scheepvaartbedrijven in Zeeland. Dat is best veel voor zo'n provincie. En ik denk dat er ook een goede opvolging is, zo links en rechts. Maar dan moet je wel zorgen dat het binnenvaart dat het een mooi vak blijft. Waar je geld mee kan verdienen, waar je in kan groeien, waar het leuk werk is. Maar door een aantal problemen die de laatste jaren toenemen, wordt dit steeds moeilijker. In Zeeland hebben we vooral problemen met wachtplaatsen, ligplaatsen. Dat is een probleem. Maar ook het achterstallige onderhoud van de infrastructuur. Dus de sluizen, de vaarwegen, is echt een probleem. De SGP zet zich ook al jaren in voor de binnenvaart. En maakt zich vooral zorgen over de gevolgen die het heeft op de sector. Nou, de gevolgen voor die binnenvaartschepers zijn twee dingen. Een sociale component eigenlijk en een economische component. De sociale component is vooral een belangrijke. Ze zijn hier thuis in Zeeland, dat is hun thuis. Ze willen graag aan de wal met hun auto naar familie. Ze willen boodschappen kunnen doen. Kortom, daar heb je een ligplaats nodig. Is die er niet, dan kun je ook niet aan de wal. Niet op een fatsoenlijke manier. Dus dat is een sociale, belangrijke component. Een andere is natuurlijk een economische component. De economische component is dat gebrek aan ligplaatsen en wachten ergens gewoon geld kost. Zowel de Koninklijke Binnenvaart Nederland als de SGP zijn dus op zich blij met het actieplan van de provincie. De grote lijnen staan erin en daar zijn we heel blij mee. En ook vooral dat de provincie hier een coördinerende rol in gaat spelen om gemeentes en alles bij elkaar aan tafel te zetten. Wat we ook belangrijk vinden is dat daar ook korte termijn acties op staan. Dus 2024, 2025. Dus niet iets voor over 5 jaar, maar voor nu. Ga het doen, ga het een keer regelen. Dus we zijn blij dat alles wat daar moties en onderzoeksrapporten ligt nu omgeturnd is naar een actieplan. Wat ook breed draagvlak heeft naar andere partijen. De provincie en de gemeente zijn volgens de Voogd dus nu aan zet en moeten op korte termijn aan de slag. Zij moeten ligplaatsen voorzien. Zij moeten zorgen dat de binnenvaart overal terecht kan. Havens onderhouden is echt een behoorlijke hap uit het budget van de gemeentes. Dus er zal geld voor vrij moeten komen. En zij moeten daar ook de voordelen van zien. Hè? Dus we zitten allemaal met het verduurzamingsvraagstuk. Dus dit zou een hele goede oplossing kunnen zijn. Rottier sluit zich hierbij aan en denkt dat de binnenvaart qua verduurzaming zelfs een voorbeeldfunctie kan zijn. Wat je ziet is dat de druk op de weg enorm toeneemt. En milieu is een aandachtspunt. En als je dat allemaal optelt, dan zeg je hier in Zeeland hebben we echt veel mogelijkheden om daar echt iets van te maken. Om te zorgen dat CO2 verminderd wordt. Want even heel simpel, een klein schip kan zomaar 14 vrachtwagens vervangen die niet meer over die weg gaan. Die ook onderhoud behoeft, die ook al versleten raakt en waar het ook gewoon vol is. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmorgen kolenoverslagbedrijf Ovet in Vlissingen-Oost bezet. Zo wilden ze aandacht vragen voor de klimaatverandering en mensenrechten schendingen, waar Ovet volgens hen medeschuldig aan is. 9 jaar geleden is er in Parijs afgesproken dat de uitstoot drastisch zou afnemen. Het is alleen maar toegenomen sinds die tijd. En dat is waarom ik hier ben. Kappen! Met kolen! Kappen! Met kolen! Ik zie hier ongeveer 9 mensen. Denk je dat zoiets zoden aan de dijk kan zetten? Nee, dit gaat niks veranderen. Dat weet ik ook wel. Maar ik in ieder geval zal me altijd blijven uitspreken. Want de fossiele industrie zei dood en verderf. En dat moet stoppen. 7 actievoerders zijn uiteindelijk meegenomen door de politie. Ze zijn later op de dag weer vrijgelaten.
De Tolense brug blijft dicht tot eind december. De werkzaamheden lopen heel erg uit. Rijkswaterstaat heeft het over een forse tegenvaller. Het gaat om betonnen stukken die opnieuw moeten worden opgebouwd. En daar was geen rekening mee gehouden. Het betekent dat het wegverkeer nog 6 weken langer niet over de Tolense brug kan en moet omrijden via de Oesterdam. Zelfs de geplande afsluiting zorgde al voor veel gemor. In Krabbedijke is eind van de ochtend iemand gewond geraakt. Er zou geschoten zijn in een appartement. Aan het begin van de middag werd een verdachte aangehouden in Oud-Vossenmeer. De persoon die gewond raakte is volgens HV Zeeland zelfstandig naar de ambulance gelopen. De politie denkt aan een conflict in de relationele sfeer. Roos Gortzak, de directeur van de Vleeshal in Middelburg, vertrekt. Ze gaat naar het Groninger Museum. Ze is 10 jaar directeur geweest bij de Vleeshal en heeft er vooral voor gezorgd dat het Centrum voor Hedendaagse Kunst internationaal bekender werd. Ook vertrokken naar Groningen, maar hij deed dat al veel eerder, Tika de Jonge. Hij ging vanuit Zierikzee naar het Hoge Noorden om zijn droom om profvoetballer te worden na te jagen. En dat lukte. De Jonge debuteerde vorig seizoen bij FC Groningen en inmiddels is hij basisspeler in de Eredivisie. Nadat je gedebuteerd bent vorig jaar en een aantal wedstrijden hebt gespeeld, ga je de Eredivisie in. Dus dat betekent, ja, je was geen basisspeler op het moment dat je promoveerde. Dus je gaat de Eredivisie in met de verwachting dat je wel blijft invallen en je minuten blijft maken. En dat je in je eerste seizoen in de Eredivisie tot een wedstrijd of 20 kan komen met misschien een basisplaats, dit, dat. En uiteindelijk heb je nu 6 basisplaatsen en een invalbeurt gehad. Dus uiteindelijk gaat het beter dan verwacht. Je was 17 toen je de stap maakte naar Groningen. Ja. Eindje weg vanaf Zierikzee. Hoe was het om als jonge jongen die stap te maken? Al die jaren vanaf toen ik ongeveer 7 was, toen ik voor het eerst naar prof ging, zeg maar, heb je dat ervoor gedaan, zeg maar. En alles voor gelaten en verhuisd 2 keer en 2 keer in de gastenzin gegaan. En uiteindelijk deed je het ook omdat je uiteindelijk profvoetballer wil worden. Ik had er alles voor over. Uiteindelijk heb ik er geen spijt van gehad als ik zie waar ik nu sta. Is het nou ook echt een voetbalstad, Groningen? Nou, ik denk het wel. Ik denk natuurlijk. Er zijn ook niet zo heel veel clubs in het noorden, dus dat is ook wel een voordeel voor de stad Groningen, voor de club Groningen. En ik denk dat het vorig jaar alleen maar bij heeft gebracht aan het feit van dat je nu steeds meer mensen met een Groningen shirt ziet lopen. En de promotie heeft de club super erg weer in de lift geholpen om te staan waar ze nu staan, zeg maar. Jij bent 21 jaar, nu is dat de leeftijd waarop de meeste mensen die naar Groningen gaan, echt voor het studentenleven ook komen hier. Jij hebt er toch een heel ander bestaan als topsporter. Hoe is het om wel middenin daarin te zitten, maar tegelijkertijd ook toch wel een ander leven te leiden? Ja, het is uiteindelijk ook wel leuk omdat er veel jonge mensen in de stad zijn, zeg maar. Dus dat is wel gewoon leuk om daarmee omringd te worden. En op de vrije dagen is het vaak maar inderdaad wat te lunchen of even. Sinds kort heb ik een paar keer op de golfbaan gestaan om te kijken of dat leuk is. En een paar jongens uit het team doen dat. Dus zo eigenlijk een beetje. Ik doe uiteindelijk dingen die ik leuk vind. En ik weet ook niet precies hoe het studentenleven zeg maar, zou zijn. Dus wat dat gaat mis je dan ook niet. Kijk, uiteindelijk als voetballers zijn we ook niet wereldvreemd in de stad. Ik denk als er een aantal keer gewonnen is of er goede resultaten zijn, zeker vorig jaar, dan zijn we ook niet benauwd om even een klein kijkje te nemen, zeg maar. Grote club Groningen, grote stad ook, dan is ook het nadeel dat je dan misschien nu juist weer wat minder leuke dingen te horen krijgt. Ja, je hoort wel hier en daar in de supporters, die worden een beetje aan het mopperen en zo. En wat ook logisch is, je hebt 6 keer op een rij verloren. Aan de andere kant moeten ze ook niet vergeten, denk ik, dat je nu in de Eredivisie terugkomt met een heel jong team. Ja, de eerste 4 wedstrijden hadden we nog niet verloren. Dus ik denk dat wij dat als spelersgroep en als staf, dat we nog wel weer met beide beentjes op de grond werden gezet. En dat is uiteindelijk tot nu toe ook gebeurd. Stel, we komen hier zo aan het eind van het seizoen weer terug. Wanneer kijk je dan met een goed gevoel terug op dat seizoen? Nou, ik denk dat als ik aan het eind van het seizoen een wedstrijd of 30 zou mogen gespeeld hebben, dan zou het heel mooi zijn. En ik denk als team, het is gewoon het allerbelangrijkste om te handhaven en ook volgend jaar in de Eredivisie te blijven spelen. Nog 1 nachtje slapen en dan zingt Sykes zijn liedje Oceaan bij het Regio Songfestival in Maastricht. Hij vertegenwoordigt Zeeland. Er staat hem een hoop te wachten, want niet alleen is de concurrentie moordend, hij zal ook als rapper zuiver moeten zingen. Eigenlijk is de grote vraag, is hij er klaar voor? Om dat aan hem te vragen, spreken we thuis bij hem af. Maar naast een ingepakte koffer en gloednieuwe televisie is zijn huis nog helemaal leeg. Klopt, klopt. De volledige focus is even 9 november. En daarna gaan we dit allemaal opvullen. Voor verhuizen was even geen tijd.
wel voor zanglessen, want hij zingt voor het eerst op een podium. Ik ben nog steeds geen Chris Brown, ga ik waarschijnlijk ook nooit worden, maar we zijn wel vooruit gegaan, we hebben daarin stappen geboekt. En daarom schat hij zijn kansen best hoog in. Hij ziet zichzelf als één van de favorieten, maar mocht de avond anders uitpakken, maakt dat eigenlijk niets uit. Ik denk dat dit ook het eerste optreden ooit is waar allebei mijn ouders zijn, dus dit wordt gewoon heel speciaal. Kortom, het liedje is af, zijn stembanden getraind en de outfit is zorgvuldig uitgekozen. Daar wil hij nog niet veel over kwijt, maar zijn schoenen kon hij wel alvast laten zien. De Zeeuwse patta, we hebben hier Zeeland, we hebben hier Zeeland. Ja, met deze schoenen kan het niet fout gaan. Weer was het bewolkt en waterkoud. Het bleef wel droog, als je dan toch nog een positief puntje moet noemen. Ook in het weekend overheerst de bewolking. Misschien af en toe een glimp van de zon. Zondag wordt het iets minder koud. En dit was Zeeland Nu. Morgenavond dus het Regio Songfestival bij ons op tv. De uitzending begint om 8:30 en Sykes treedt op als vierde. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.